hartelijk Isha, dankjewel om te komen naar mij. Ik heb eigenlijk ja, een aantal opmerkingen over uw kunst de laatste tijd. Die zijn niet zo schitterend, hè? Dat is jouw ook wel. Hoe komt dat? Ik weet niet, soms ga je me echt niet concentreren tijdens leren, als je dan begint. En doe je genoeg voor school leren? Ik heb het gevoel hoe meer ik doe, hoe slechter mijn punten zijn. Ja, ja. Dus dat doe ik niks eigenlijk. Dus misschien is je leerniveau dan niet in orde. Want als ik jou zo in de klas bezig zie, je bent heel geïnteresseerd in het vak, je doet goed mee, dus daar gaat het zeker niet aan liggen. Ik zie echt dat potentieel, ja. Maar misschien dat er andere leermethodes zijn die je beter kan toepassen. Misschien wel, maar ik ken die niet. Dus. Ja, nu, ik ga tijdens de middag en na de lessen geef ik een uurtje studiebegeleiding. En daarin leer ik eigenlijk leerlingen hoe ze beter of efficiënter kunnen leren. Zie je dat misschien zitten om ook eens te doen? Ja. Oké, dan zullen we misschien eens afspreken wanneer je kan langskomen. Oké.